Kenneth Brumley werd ooit de halfton vader genoemd vanwege zijn schokkende gewicht van 1022 pond. Na de broodnodige hulp te hebben gekregen, verloor hij zoveel overtollig gewicht dat hij weer in een menigte kan verdwijnen. Kenneth Brumley is geboren op 25 augustus 1968 in Texas, Verenigde Staten. Als opgroeiende jongen was hij een gemiddeld gebouwde tiener en werd zelfs beschouwd als een veelbelovende atleet met een mooie toekomst voor zich. Onder zijn vele talenten viel zijn vaardigheid om American voetbal, honkbal en basketbal te spelen. Helaas ontwikkelde hij op latere leeftijd, rond de 19 jaar, een obsessie voor voedsel. Waarschijnlijk dacht hij nooit dat zijn eetgewoonten obsessief waren en dacht hij dat hij nog steeds de controle had over zijn leven. Maar al snel begon voedsel hem te beheersen. Verhuizen kan een moeilijke, levensveranderende gebeurtenis zijn voor een tiener om te verwerken. Geaccepteerd worden en ergens bij horen is een van de kernbehoeften van tieners. En dat is wat Kenny begon te missen na een verhuizing van Texas naar Californië. Daar raakte hij betrokken bij verschillende straatbendes en stopte hij met alle sporten die hij eerder deed. Iets dat waarschijnlijk tot nu toe had geholpen om zijn snelle gewichtstoename onder controle te houden. Het deel uitmaken van de coole kinderen resulteerde in een leven waarin fastfood de norm werd. Een voedzaam ontbijt werd vervangen door chili cheese fries. De bende hing samen rond tijdens de lunch en Kenneth slokte in één keer 3 hamburgers en 2 liter frisdrank naar binnen. Naarmate het alcoholmisbruik binnensloop, begon hij elke dag een kratje maltbier te drinken. De lege calorieën van bier stimuleerden Kenny's gewichtstoename, maar destijds wist hij niet hoe hij kon ontsnappen aan deze cyclus van overeten. Al snel merkte deze tienerjongen dat hij om de 2 weken grotere broeken moest kopen. 2 keer per maand moest hij zijn hele kast leeghalen en opnieuw vullen om zijn groeiende lichaam te accommoderen. Maar ondanks dit ongemak kon hij eenvoudigweg niet stoppen met eten. Toch slaagde hij erin een vrouw te vinden die van hem hield zoals hij was en dankzij haar werd Kenny vader. Helaas was hij geen erg betrokken ouder omdat zijn lichaam hem niet toestond om achter zijn kinderen aan te rennen, met hen te spelen in de achtertuin of zelfs om ze naar school te brengen. Ze zeggen dat 1 foto meer zegt dan 1000 woorden. En toen Kenny een foto van zichzelf in de auto met een van zijn kinderen zag, was hij geschokt en verstomd. Het was voor hem duidelijk dat zijn leven uit de hand liep en dat zijn verslaving aan voedsel hem gevangen hield in zijn eigen lichaam. Toch vond hij nog steeds niet de kracht om professionele hulp te vragen. Zijn mobiliteit nam gestaag af en zijn dagen werden gevuld met televisie kijken vanuit zijn bed terwijl hij wat eten naar binnen werkte. Om de omvang van Kenneth Brumley's probleem in perspectief te plaatsen, moest men begrijpen dat een gemiddeld persoon ongeveer 30.000 calorieën eet in de loop van 2 weken. Kenny had het vermogen om deze hoeveelheid voedsel in 1 dag te consumeren. Met zijn eetbuien groef hij gestaag zijn eigen graf. Op de dag dat zijn bed bezweek onder de druk van zijn enorme gewicht, wist Kenny dat hij dringend hulp nodig had. Dit keerpunt kwam in 2018. Het bereiken van Kenny om de broodnodige hulp te bieden was op zichzelf al geen kleine onderneming. Inmiddels had hij al 15 jaar aan zijn bed vastgezeten. Het kostte een team van vastberaden brandweerlieden om hem uit zijn appartement te redden. Wat de redders die dag aantroffen was werkelijk afschuwelijk. Het appartement was doordrongen van de vieze geur van een man die al 4 jaar niet had gebaad. Sommigen beschreven de geur als die van langdurig niet weggegooide babyluiers. Helaas vonden ze ook Kenny op de vloer, omdat het versterkte bed dat hij had gekocht zijn gewicht niet langer kon dragen. Als het niet voor het medeleven van de redders was geweest, zou Kenny daar in bed kunnen zijn gestorven. Deze enorme man paste nauwelijks in de minibus die hem naar het ziekenhuis bracht. Sterker nog, hij kon niet door de deuren van zijn huis passen, dus de brandweerlieden moesten een muur afbreken om hem eruit te krijgen. Het kostte een team van zeer sterke mannen om Kenny op een brancard naar de plek van hoop te dragen. Het Renaissance Hospital in Houston, Texas zou zijn thuis worden voor het volgende jaar van zijn onzekere leven. Wie was er verantwoordelijk voor de toestand van pure verwaarlozing waarin hij terecht was gekomen? Het was bijna onmogelijk voor iemand op de juiste manier voor iemand van zijn omvang te zorgen, laat staan om een zekere mate van persoonlijke hygiëne te behouden. De focus moest verlegd worden van het de schuld geven aan iemand naar het rehabiliteren van Kenny wat betreft zowel eetgewoonte als levensstijl. En hem helpen om een gezond gewicht te bereiken. Als de artsen niet snel met een effectieve oplossing zouden komen, zou Kenny mogelijk vroegtijdig sterven. Het ziekenhuis had ook de ontmoedigende taak om hem schoon te houden, terwijl hij het zelf niet kon doen.
Hij was volledig immobiel. Zijn lichaam zat vol met doorlichtplekken die vrij moesten blijven van urine en ontlasting. Het was een enorme onderneming om zijn bed en beddengoed schoon te houden. Maar nog belangrijker was het om zijn moraal hoog te houden en enige hoop voor de toekomst te bieden. Voor deze enorme man zorgen was werkelijk een daad van liefde. Om in aanmerking te komen voor een maagomleidingsoperatie moest Kenny een enorme hoeveelheid gewicht verliezen. Dit betekende dat zijn calorieinname drastisch moest worden verminderd. De artsen plaatsten hem op een strikt dieet van 1200 calorieën per dag. Dit moet een schok zijn geweest voor zijn lichaam dat gewend was om constant gevoed te worden. Hoewel dit een enorme uitdaging voor hem was, slaagde hij erin zich aan het strikte dieet te houden. In slechts 6 weken tijd was hij in staat om maar liefst 76 kilogram af te vallen. Dit toonde de artsen aan dat hij bereid was om hard te werken en volledig mee te werken om zichzelf te redden van een zekere dood. De eerste operatie die Kenny kon ondergaan was het verwijderen van grote vetplooien van zijn benen en buik. Dit zou zijn lichaam helpen om gemakkelijker gewicht te verliezen. De ingreep hielp Kenny om nog eens 95 kilogram kwijt te raken. Het gewichtsverlies maakte een ongelooflijk verschil, maar wat nog meer verbazingwekkend was voor Kenny, was dat zijn benen voor het eerst in 4 jaar weer tegen elkaar aan konden komen. Kenny werkte hard aan zijn herstel. 3 maanden na zijn ziekenhuisopname probeerde hij zelfstandig te staan. Voor veel extreem zwaarlijvige mensen gaat bewegen gepaard met een enorme mentale blokkade, omdat hun geest gewend is geraakt aan immobiliteit. Kenny daarentegen was vastbesloten om zijn mobiliteit en gevoel van onafhankelijkheid te herwinnen. Gedurende deze 3 maanden was hij in staat om bijna de helft van zijn oorspronkelijke lichaamsgewicht te verliezen. Hij woog 241 kilogram nadat hij 222 kilogram was afgevallen. De hoofdchirurg die verantwoordelijk was voor de voorgestelde maagomleiding was eindelijk klaar om de operatie goed te keuren. Kenny moest echter nog eens 9 maanden in het ziekenhuis doorbrengen om de medische en algemene zorg te krijgen die nodig was om lange termijn succes en voortdurend gewichtsverlies te waarborgen. Zonder de hulp van het toegewijde ziekenhuispersoneel had hij dit doel mogelijk niet kunnen bereiken. Eindelijk, na dit uitdagende jaar in zijn leven, keerde Kenny in 2019 eindelijk naar huis terug in een rolstoel. Het eerste doel was om hem gemotiveerd te houden om weer rechtop en zonder hulp te kunnen staan. Dit moet een enorme uitdaging zijn geweest na 15 jaar dat hij dat niet kon. Zijn benen moesten de kracht terugkrijgen om zijn lichaam effectief te ondersteunen, maar hij leek klaar om hard te werken. Ik wed dat velen van jullie willen weten hoe Kenny er tegenwoordig uitziet. Supporters en volgers van zijn ongelooflijke gewichtsverlies zullen misschien verrast zijn te horen dat Kenny ervoor heeft gekozen om uit de schijnwerpers te blijven. Misschien wilde hij eenvoudigweg deze afschuwelijke beelden van zichzelf achter zich laten en zich weer richten op het leven. De man, die eerder bekend stond als de halfton vader, heeft zijn vermogen teruggekregen om op te gaan in de menigte. We blijven hopen dat hij in staat is geweest om een gezond gewicht te behouden en zelfs nog wat extra kilo's te verliezen. Op het moment is er geen update beschikbaar over zijn verblijfplaats. Echter, aangezien hij de helft van zijn gewicht dat hij jarenlang met zich meedroeg heeft verloren, kunnen we ons alleen maar voorstellen dat hij er geweldig uitziet en zich geweldig voelt. Wat vind je van het verhaal van Kenny? Ken je andere mensen die door ongezonde gewoonten zoveel zijn aangekomen? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.